Nou, fijn dat jullie weer afgestemd zijn op de biodynamische berichtgeving. Via deze filmpjes houden we jullie op de hoogte op de thema's die we zo behandelen in de biodynamische opleiding, de BT27. In de vorige afleveringen hebben we wat verteld over de basic touch benadering, die we in 3 bijeenkomsten uitdiepen. In de basic touch benadering is vooral gericht op de spieridentiteit van ons lichaam, van onze geest, van onze ziel. En we proberen die aan te raken op een manier dat die weer in zijn oude functionaliteit hersteld wordt. We hebben gezien dat er een bepaalde basic touch is die we de bevestigende basic touch noemen. Daarin raken we de cliënt haar of zijn spieren aan op een manier dat ze voelen, dit is van mij, dit is mijn kracht, dit is mijn flexibiliteit. Je grond je in de aanraking in wie je zelf bent. En dat op een sfeer van total acceptance. Alles wat je als therapeut voelt en meemaakt aan de spierlaag van je cliënt, accepteer je volledig en laat je helemaal in zijn eigen waarde zijn. Waardoor de cliënt echt een gevoel krijgt van wie ik ben is helemaal goed, klopt helemaal in wat ik doe en waar ik ben. Nou, de tweede benadering was de vitaliserende benadering, dat we de cliënt de spieren zo aanraken dat er een gevoel van vitaliteit geopend wordt en dat cliënt, maar het gaat natuurlijk ook over onszelf, een gevoel van vitaliteit hebben, mede betrokken zijn, mede schepper zijn van zijn eigen leven. Nou, de derde benadering die in dit weekend centraal staat is de mobiliserende benadering. En daarin raken we de spieren zo aan dat we ze mobiliseren, uitnodigen om voorbij hun normale patronen, voorbij hun normale compromis te openen, te gaan. Wat meer risico te nemen om te voelen dat je meer in huis hebt dan hoe je al overlevend en levend in het leven staat. Nou, dat is een hele spannende bijeenkomsten. En het ziet er zo ongeveer als volgt uit. Spieren kunnen eigenlijk 3 verschillende consistenties hebben. Een hypertoon, een hypotoon en een gezonde spier. Nou, een hypertone spier controleert vooral onze levensenergie, onze impulsen, onze acties, onze dynamiek. Die controleert het het is lastig om het allemaal in woorden te vangen. Maar die controleert onze levensenergie op de manier dat we ermee uit de voeten kunnen. Dat is ook een compromis. Hiermee kunnen we uit de voeten, hiermee kunnen we in het leven staan. En voelen we ook dat we daarbij betrokken zijn. Maar het is wel in een controlerende sfeer. Dus een hypertone spier is eigenlijk vrij droog. Heeft zich ook wat geïsoleerd van de omgeving. En houdt zichzelf als het ware aan zichzelf vast. Nou. En de hypotone spier heeft die andere kant gepakt. Die heeft meer onze levensenergie geabsorbeerd. Zodat we niet het gevoel hebben dat we te veel zijn voor waar we zijn en hoe we ons bewegen, hoe we ons uiten. Dus die heeft die levensenergie geabsorbeerd. Nou, een gezonde spier, die is flexibel. Als die tot actie is geweest, ontspant die. Bouwt zich weer op en gaat dan weer doen wat hij te doen heeft. Nou, in de mobiliserende benadering houden we in eerste instantie zo'n hypertone spier vast, zodat die hypertonie, die spanning, iets mag ontspannen. En dat wat dan door wil komen aan teruggehouden expressie, aan teruggehouden inzichten, aan teruggehouden bewegingen, kunnen zich dan in dat vasthouden zijn eigen weg vinden. En als het ware uitgeleefd mogen worden en zichzelf in een gevoel van een voltooiing van die actie die daarvoor in controle was gehouden. Nou, de absorberende spier, de hypotone spier, is vaak vervloeid met de omgeving, met het bindweefsel. Heeft zijn identiteit op moeten geven. Hypertoon, identiteit controleren. Hypotoon, het opgeven van de identiteit. Nou, we houden dan die spier vast, nodig hem uit om zichzelf weer te gaan voelen, door hun eigen identiteit weer terug te vinden in die vervloeiing. En daarin kunnen ze ook wat meer voelen dat ze meer vorm aan mogen nemen. En in die vorm aannemen voelen ze dat ze steeds meer en meer in alle openheid zichzelf kunnen zijn.
En dat is dan, dat geeft dan ook echt een gevoel van, oké, ik mag mezelf zijn. Ik kan bewegen naar de wereld, weg van de wereld. Ik mag bestaan in wie en wat ik ben. Nou, vandaag gaan de studenten elkaar dan ook zo'n basic touch op een mobiliserende niveau geven. Zien wat ze daarin meemaken. Zodat ze ook deze dynamiek en dit aspect van het mooie werk in hun vingers krijgen en aan hun eigen lijf gaan ervaren. Nou, ik hoop dat het een beetje te volgen was en bedankt voor jullie aandacht. En tot de volgende keer.